Media. Hoe kan dit toch? Waarom is dit zo? Iedereen heeft dit. Beetje bijna niemand heeft dit niet. Dat is ook niet. troostend hè, jongens? Ja, iedereen heeft hier last van. Ja. Uh, maar er zijn. Uh, ten eerste, dat vond ik heel grappig, maar dat is waar. Een negatieve emotie vereist meer denkvermogen, zeg maar. Ik was net. Uh... Fietste ik langs uh, Grand Hotel L Europe. Ja. En dan waren ze zo, denk ik, wel veertig matrassen aan het uitladen. Oh. Dus, die werden zo oude met een soort. Hè? Ja, dus allemaal oude matrassen gingen eruit. In een hele grote vrachtwagen van de recycling. Dat zag er zo raar uit. Was ze een beetje vies? of Nee, ik zat te mee? kijken of er nog poepvlekken op zaten of zo. Maar dat was, dat, ze dat zagen was... er eigenlijk heel goed uit. Maar ik dacht wel: jeetje, wat zou daar toch allemaal. Ja, op gebeurd zijn wat hebben die matrassen ja. gezien? Wat kunnen die matrassen allemaal vertellen voor ja. verhalen? Ja. ja, ik vind sowieso het hele gebeuren in hotels, vind ik dat spreekt heel erg tot mijn verbeelding. Ja, ja. elke dag die, 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 die dienst die er helemaal doorheen moet, en alles strak trekken en weer opnieuw. En... Ja, hè? en een matras bij het grofvuil dat dat spreekt dan weer tot mijn verbeelding heel erg. Dat is dan zo dubbel gevouwen, dan weet je wel wat er. Vind, nou ja. En dan gaat mijn hond altijd aan ruiken. Ik denk, ik doe het niet raak je niet, niet aanraken met je neusje. Ja. Niet doen. Nou, nou, het ja. is een soort heel kwetsbaar ding. Omdat het is toch iets waar iemand dan jaren op heeft gelegen? Ja. En Al, dat ligt daar dan. Dan kan van. iedereen dan inkijken. Ja. 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 Ik zou nou, het nou ja. ook niet makkelijk vinden om dat op klaarlichte dag uh, naar het grof ding. te doen. Nee. Het, uh, het wil je eigenlijk staat. gewoon gecield met een geblendeerde bus ja, naar een versnipperaar brengen. brengen. Ja. <laughs> Ik ja. weet niet hoe mijn matras er inmiddels helemaal aan toe is. Ik hoor. was trouwens gisteren nasi aan het maken en toen keek ik ineens achterom. Toen zat Tineke mijn kip ineens op de tafel. Echt? Heel grappig als ik denk. En toen keek ze me zo aan. Was gewoon op tafel gaan maar zitten. Ik heb het gevoel dat Tineke best wel inhuisig aan heel het worden is. Ja, ja. Heel erg. Ja, maar dat is toch eigenlijk leuk, een kip in huis? Er zijn ja. mensen die hebben een kip in huis? Ja, dat ik kan. zit te denken, misschien, Co. is daar heel lang mee bezig geweest. Of je dan, stel, je zou een soort luierbroekje kunnen maken. Ja, dat is wel een ding Ja, want, want kippen die schijten echt waar ze staan. Ja. Het maakt helemaal niks dus ze uit. Ze gaan niet van waar is mijn bakje, waar nee. mag ik, nee. Nee, het is echt... En dan ligt het er gewoon. Dus, maar ik leer het nu wel herkennen hoor. Een bepaalde houding dan zo. Nee, maar je, op je... een gegeven moment merk je aan dieren en kinderen... <grijg> ja, wanneer ze staan te kakken. Ja, wanneer ze bijna, ja. ja. Wally gaat dan een beetje van die rondjes lopen. Dat je denkt, wow, we gaan nu naar buiten ja. uit. Ja. Ja, ik heb best vaak gewoon kippenpoep op mijn kleding gehad of... Ja, dat is ja. wel. En het is natuurlijk heel. Ze hebben een heel moeilijk lichaam om een luierbroekje omheen te krijgen. Ja, want ze he? lopen taps toe. En, en er is niet echt een taille of zo. Nee, het is je heel lastig. Ik, 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 ik weet wel dat het iets is waar volgens mij de vleugels doorheen moeten. Ja, dus dan heb je een, een soort van. Ja, een soort kinderbroek. Een soort tuinbroek. Maar wacht even, je zegt het is iets. Maar is er ook echt. Ja, er iets? zijn mensen die breien en haken dingen voor kippen. En daar heb ik ook wel eens iets luierachtigs bij gezien. Oh ja, ja, kun ja kun je een inlegkruisje in. Noemen? Mensen zijn gek. Ja, natuurlijk, joh. Hè? Nou, maar ik denk wel, want ik sprak ja, laatst iemand echt, uh, die had een kip in huis. Ja. En uh, daarom wilden ze mijn kat niet overnemen. Maar toen dacht ik wel van, oh, een kip in huis is leuk. Maar dan maar... zit bij die vrouw toch alles onder ja, de strom? Bijna wel. Ja. Dat was ook toen mijn, mijn zus en haar toenmalige vrouw twee kanariepieten hadden. Ook alles onder de strom. Nou ja, die hebben op een gegeven moment over alle mu aan alle muren plankjes bevestigd. Want Jezus, alle... wat een gedoe. Ja, en die plankjes die waren dan wel echt heel ja. erg veel. Zo duiven. Ja, en dan van Duivenrot. hout. Duivenrots van hout. Dat is ja. die ben ik een beetje miskoop, hoor. Ja, hè? Ja. 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 Ik ben ook zo blij dat ik van die cavia's af ben. Waar zijn die eigenlijk heen Ja, die zijn dood. Oh, ja. Nee, dan... ja En één heb ik naar het opvang gebracht. <laughs> Met een zwaar hart. <laughs> Huilend. Ja, klaartje. Ja, kaartje, kaartje. ja. Ja. Maar had jij niet ook nog een soort van woestijnratten? Ja, achter? als kind. Ja, ja. Al als kind. Ik dacht toen dat Jeff en Cody hadden... Nee, maar. die hadden ook niet een... Dat waren ook geen happy campers hoor, ja, die woestijnratten. veel levende haven hè, Je Jij bent echt wel van de levende haven. Ja, mijn vader had ook een varken. Dat vind, vind ik wel zielig eigenlijk, zo'n varkens eentje. Ik zou best wel graag een varken willen. Ik vind varkens echt leuk. Maar in ja. zijn eentje vind ik wel sneu. Ja, gewoon in zijn eentje. Wat een, wat een slavenbestaan is dat dan eigenlijk. Heel zielig. Volgens mij zijn varkens ook heel sociaal, dus die ja. moet je eigenlijk samenzetten ja, het heette dan Ho Chi Minh, dat was dan in de jaren zeventig heel grappig, ja wonderlijk, hè? Maar je noemde hem he? waarschijnlijk gewoon Ho, of niet? Ja, ik heb geen idee. Ik was heel klein, maar en een geit, die heette Joke. Ja. Oh, een geit vind ik zo leuk. Zo leuk. Ja, ja ik... maar het is toch zielig een geit alleen. Ja, vind ik ook. Je wilt toch uh, dat er een, een ezel naast staat ja. of een minipony of, een mini pony, of uh, Nou ja, die Hadden die geit en dat varken geen contact? Nee, oh. nee, die zaten echt in aparte gedeeltes. Je moet me toch wat foto's uit je kindertijd. Dat huis begint zich nu in een soort bolderburen proporties in mijn ja. hoofd aan te nemen. Jaren zestig nieuwbouw bolderburen. We hadden ook een schapenhok, zo'n zo schapenhok met de carboleum zwart geschilderd, en dan waren er van die knoesten in, daar kon je doorheen kijken. Ja. En dan ging ik wel eens dan heel stiekem sloop ik dan naar dat hok. En dan ging ik dus met mijn oog voor zo'n knoest kijken. Oh. En dan zat aan de binnenkant precies op hetzelfde moment dat schaap mij zo aan het kijken. <laughs> toch voelde dat schaap, denk ik, er komt iemand aan. En dan zag je zo'n... Ja, of die zat de hele dag heel stokkerig door die knoest te kijken naar jullie. Heel stom. Jullie waren elkaar aan het bespieden. Heel lang. <laughs> en dan door die knoest zo aan het kijken, ja. Dat was echt heel grappig. Maar nou, ja. toch even praktisch zien, hoe groot was jullie tuin? Eh, uh, groot. Ja, hè? ja, want er, er is nu, er is ook een huis gebouwd in de tuin, met een tuin. Oh ja, dus er kwam dus een hele is... wijk nog in. Ja, zeg maar ja. Ja, ja. ja, dat moet natuurlijk wel. En wij hadden een wij met schapen en uh, die, die, die blaten heel erg. En uh, daar hadden de buren best wel last van. En toen, en wij woonden dan naast de voetbalvereniging, dan hadden ze van die hele grote luidsprekers op palen oh, om ja. de stand door te geven. En toen hebben ze dus een paar weken, hebben ze dus dat geblaat van die schapen. Op die luidsprekers afgespeeld. Nee. Ja. Om jullie ik duidelijk denk, om te maken. Ik denk om te vertellen van jongens, waar, waar, waar zijn we mee bezig? je ze op. Oh, uh, dat vind ik uh, wel heel uh, grappig. Dat vind ik wel ja. een leuke manier om een burenprobleem op te lossen. hè? Ja. Ja. Ik weet niet wie erachter zat. Ik, je hebt er gewoon, je, je hebt gewoon, je kent die film mijn leven als hond wel. Hè? Dat is het een beetje ja. Dat ja. doet daardoor jouw jeugd mij best wel, mijn jeugd te gek ja. genoeg ook wel op een andere manier. Maar ja. Jouw jeugd zie ik heel erg in die Zweedse setting, met allemaal. Ja, oh, ja jongens, dat is een goede tip voor, voor, oh, uh, voor als je in de, voor in de kerstvakantie echt mijn leven als, als hond van Lasse Halstreum Maar koop zeven ja, dus... pakken Kleenex. Nou, echt, echt echt, hè? Elke keer ga ik helemaal kapot ja. bij die film. Maar ja. het is zo'n. het is echt mijn lievelingsfilm. Ja, mijne is ook ja. wel een beetje hoor. Ja. Dus het is een compliment ja. dat ik dit nu zeg. Want er zit ook een gezellige rommeligheid in die film. Maar ja. er zit ook heel veel tragiek het ja is zo'n mooie film. Ja, ja kijken en uh, ik als heb niet op dvd gezien, als je hem wil lenen dan uh, ja want hij ze is natuurlijk nergens te vinden maar we gaan straks nog keihard Echte reclames maken. Ja. Oh ja, want dat doen we ook hey, deze week. We hebben een volle reclame -mand. Ja, een hele volle mand. Wat heerlijk man. Dan kan ah. ik die kerstdagen in, jongen. Precies. <laughs> oh ja, we hebben een kerstmandje. We hebben de, 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 deze maand doen we even de, de komende tijd ja. een uh, goede doelenmandje. Ja, hebben we zelf bedacht. Ja. Ja, daar heb ik zelf heel veel zin in. Uh, we doen natuurlijk weekcijfers. En we sluiten ook nog eens rustig af met een nieuwe guru. Waaraan we ons kunnen optrekken. We hebben weer een nieuwe guru. Dat is lekker. Hè? En we hebben natuurlijk problemen. Problemen, dat is, dat is natuurlijk onze core business. Dat is wat wij doen. Mag ik aan jou vragen hoe je week was, slash is geweest? Dat mag je zeker, Lies. Ja. Um, nou, ik was heel veel uh, met jou samen. <lacht> <hè>? <lacht> en dat vond ik supergezellig. Wij hebben onze eerste voorstelling gespeeld in Den Haag. Ja. Ontzettend leuke avond gehad. Ja, het was heel Dankzij leuk. Dankzij het waanzinnig, ontzettend fitte en ja... Heerlijke publiek, wat er ja. zat. Ja. Um, toen hadden we de podcast, gehoord. We wonnen niet, hadden toch plezier. Ja, om diverse ik, dingen. Ik vond het gewoon heel goed dat we, dat we er waren. Ja. Floor, jij en ik, we zijn gewoon gegaan. Precies. We hebben alles gegeven. Alles, alles gegeven. 16, uh, 16 prijzen uitgereikt zien worden. Niet aan ons. Maar... Ik moest wel lachen, want wij waren zoals altijd te laat. Ja, en uh, ja, ik heb het soort talent om zelfs bij uitvaarten ja. en zo toch altijd verkeerd te rijden en te laten komen. En, we, en Toen reed mijn vriend Mark. Bijna de slagboom aan Vlaarde mm. bij het instituut voor beeld en geluid. En toen uh, kwamen we daar binnen en, en toen moest Mark, Floor die kon sowieso dan niet bij ons zitten. Dus die, die verdween en toen moest Mark helemaal ergens anders zitten. Ja. En wij zagen, zaten dan bij elkaar. Ja. Maar ik zag ineens dat, dat, dat grijze hoofd van Mark zitten tussen allemaal podcastmakers. Het was eigenlijk een beetje een soort handje in Besseland. ja je dat? een soort hele vreemde eend in de bijt die dacht ook, waar ben ik eigenlijk? Ja, ik dacht ook, dit is voor, voor Mark. Wat kijk, als je dit? nog genomineerd bent, dan, dan denk je nog, heb je nog een soort kloppend hartje van kijk, de prijs, maar als je erbij zit, ja. moet het wel zo lang zitten. Ja, hij zei nog, ja, ik weet niet of ik dan ook echt volgend jaar erbij nee. ben. Ik zei, nou ja, dat nee, vind ja. ik heel lief. hij ben, ben, ben je gek echt? geworden, natuurlijk. Mark, doe het niet. Ja, ja, ja. Nee, het maar is hij is denkt dat hoort, is van, dat hoort als dat, dat is je taak als, als partner. partner. Ja, ja, Dan moet je dat doen. dat is belangrijk, dat vind ik ook heel lief. Ik ben met Gijs in de begindagen van deze podcast. Ook, toen, toen wist ik zelf nog helemaal niet wat een podcast was. Ja. Ik ben ook wel meegegaan. Maar toen was het allemaal veel korter. Toen was het gewoon tussen de bureaus van BNR. Ja. Dan kreeg iemand een plastic prulletje. En dan was het. Maar ja. nu proberen ze er toch een soort Oscar uitreiking van te maken. Met, maar ja. ben jij wel eens met iemand meegegaan naar een officiële gelegenheid? En dat je dacht, wat doe ik hier? Wat ja. is dit? Wat, wat, waar ben ik? Ja, ja? hoe ik was heb... dat? Ja, dat was de tijd dat ik nog met een, met, een, met een schrijver was... die wel eens een prijs kreeg. Een bepaalde kreeg. schrijver. Maar uh, ik moet eerlijk <laughs> zeggen, dat waren niet mijn favoriete momenten. Nee. Nee, misschien ben ik ook niet echt gemaakt als armcandy. Je ziet ook wel eens iemands partner dan staan met een soort blik van... Ja, niet een konijn in de koplampen, ja. maar wel een, 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 ja, een soort gedweeën... Nou ja, weet je, je hebt toch gewoon niks blik. te zoeken... en die ander moet dan steeds op de foto Ja. En dat voelt gewoon... Ja. Het, het is, ja... Nou, het is wonderlijk, maar goed. Ik wil eigenlijk iets anders vertellen over mijn week. Oh ja, ja eens uit. Ga ik ook nog even laten zien. Kijk, je... eens, mensen. Dat is ook een mand en een hele mooie, lekkere rose mand. onze eigen muts. Heerlijk af. Ik heb al gehoord dat er een tweede druk aankomt. Hé, hey, is, is dat, dat heel, heel snel als niet? Bestseller top 60? zestig. Ja, dat is snel. Ja, Dus dat is hartstikke fijn. Wat fijn. Ja, Allemaal. Uh, ja. Ja, zeg of, of het maar. Zeg maar gewoon waar, waar het op staat. Het is toch hartstikke fijn. Maar wat ik je eigenlijk wilde vertellen, ja. want daar was jij dus niet bij, uh, was dat mijn oom is overleden. Ja, dat klinkt nu heel vrolijk, maar dat is het niet. Mijn oom nee. broer van mijn vader is overleden. Maar goed, hij was bijna negentig en hij, hij, hij was er aan toe, zeg maar. Maar het, het ja, dit klinkt het raar, het leuke was, maar dat kan ik in mijn familie wel zeggen. We hadden zijn begrafenis maandag. Ja. Um, en toen, uh, hij had zeven kinderen en dertien kleinkinderen. Dus hij heeft een klem van twintig man. Dat is echt veel. Fantastisch. En ja. hij was dus ook zo'n superopa die dus op iedereen past. Hele wereld overvloog voor diploma uitreikingen en echt een hele geliefde opa. Ah. Frank. Frankie, zoals kleinkinderen noemen. En ik ken die, de, de, mijn brandkoorsies familie niet goed. Want mijn vader was niet sociaal. Dus, dus hij, hij nam heel weinig contact op met zijn broer en ja. zus. Wat ik heel jammer vind. Want het, het zijn ontzettend leuke varen. Ze zijn dit jaar allebei overleden. En um, dus nu zag ik zijn zeven kinderen, waarvan ik er wel een paar ken hoor. Dus mijn neven en nichten en dus mijn achterneven en nichten. En dat waren allemaal zulke leuke mensen. Ik was helemaal, ik dacht, ja, jullie zijn, you're my people. Ach, gein. Het was ook iedereen had een hoog voorhoofd. Ja, oh, lekker. Ja. Dus ja. iemand keek ja. mee ja. thuis op de stream, die, die, die was ziek en die appte mij. Um, oh, lekker terwijl, al die een voorhoofden beetje, bij elkaar. Being John Malkovich. Ja. <laughs> één nog een hoger voorhoofd dan de ander. Allemaal van die blauwe, waterige ogen. En vonden zij het ook leuk om elkaar weer te zien? Ja, nou, kijk, zijn kinderen en kleinkinderen zien elkaar natuurlijk sowieso wel. Maar uh, er was dan ook weer familie van mijn oma's kant. De Molenaar clan. En, maar het is ook echt bizar wat je genetisch deelt met mensen. Ja. Dat is zo, dus van, we kwamen op, op het onderwerp zwemmen in natuurwater. Ik ja. weet ook niet hoe. En dat deden ze allemaal. Iedereen. Nou ja, dat is. Iedereen toch gek. is zo fanatiek aan het zwemmen in natuurwater. En die mensen zie ik nooit. Hè. Het dus zijn Spartanen. Ja, het zijn. Pure Spartanen. Ja. ja. En dat vind ik dan toch heel... Ik denk ook dat het door mijn opa en oma komt. Die ja. deze clan natuurlijk weer begonnen zijn. Die waren ook pure Spartanen. En heel erg dat huisje in Petten bij het strand... Ja. waar iedereen altijd is geweest. Ook ja. de hele begrafenis bestond uit foto's van Frank bij dat huisje. Ach, oh, god. Maar dus heel erg het strand, zwemmen in de zee... dingen met rozenbottels, in het onderwijs werken... een hele grote mond hebben, heel hard praten. Ja, en wat waren er voor hapjes op de begrafenis? Gewoon cake, want de brandkorsiezen, ja. die gaan helemaal niet Het zijn Spartanen, ja, ja, precies. Gewoon ja. cake en ja. koffie. Ja. ja, en ik weet niet... Het voelde heel goed. Heel en ik, ik fijn. Ik was ook verdrietig, want ik dacht, wij zien elkaar dus alleen maar op deze twee begrafenissen dit jaar. Maar er moet iets komen ja. bij Natuurwater. Ah, was je ook met terugwerkende kracht verdrietig dat je dacht, ja. waarom ben ik eigenlijk... Heb niet... Ik heb dit allemaal gemist. Ja, ja want ik, met mijn moeders familie ben ik heel goed gelukkig. Ja. Een van mijn beste vriendinnen is mijn eigen nicht. Maar um, ja, ik heb toch wel... Deze mensen zijn zo leuk, ze fietsen ook overal heen. En ze nemen ja. altijd heel weinig bagage mee. Ja en ze, nou, ze praten heel veel ze, zijn ze nemen gewoon een, een, een rulle handdoek en een tandenborstel ja. en een onderbroek en dan, mee. En dan en gaan ze zes weken, weer weken meer kouwzee. vakantie ja. ja het was zo bizar dus dus ik kijk en we zijn dus allemaal ook niet het type dat familiedagen organiseert want er, er zijn we gewoon allemaal niet toe in staat maar er moet iets komen ja. doen een oproep ja um, dat die brandkorstjes bij elkaar komen. Want ik vind het hele leuke mensen. Maar dat is dus een leuk moet je ontdekking. niet in een of andere Nivon-boerderij of in een of andere nou ja, dat, dat, dat dat spartaanse huisje van ons kunnen we allemaal wel een keertje heen. Ja, dat zou leuk zijn. Bijvoorbeeld op 21 juni of zo. Ja, en wat ik ook leuk vind aan mijn familie, als je gaat ja. scheiden, ja, uh, dan wordt je niet, dan wordt de kou kan niet uitgestoten. Ja. Dus er was ook gewoon een speech van iemand die was dan weer gescheiden van iemand. Principiële en, en... mensen. Nou ja, die staan ook gewoon als je, als je je leuk vindt, dan ja. blijf je er gewoon bij. Ja. Dan is het niet van, nu ben je gescheiden. bij. maakt ja. niemand één fuck uit. Vind ja. ik ook heel leuk. Ook niet degene die dan is gescheiden? Nee, ik geloof dat daar helemaal geen enkel onderscheid in wordt... Het is van, nou ja, jij, jij was ooit bij onze familie en je paste ja. goed. Nou, maar de ex-partner vindt het dan ook prima? Ja, die, die, die kwam speechen. Nee, maar ik bedoel, de dus oh. stel, ik stel ik ben gescheiden van iemand, ik zeg maar wat, ik ben gescheiden van Roel. Ja. En Roel die is dan toch wel de hele tijd op verjaardagen en Nee, Ik geloof dat dat een prominent dat ook problemen heeft gevormd. Maar goed, misschien. Vind ik heel knap. Namelijk. Ik heb natuurlijk een hele korte gesprek met alles. Het zal wel weer een, een ook zekere diepte aan teleurstelling, verdriet ergens zitten. Ja, maar. Nou ja, ik weet niet. Ik herkende me uh, ja. zowel in positief als een beetje dat je denkt, oh ja, die, die eigenschapjes zie ik ook wel hier. Maar dat vond ik fijn. Ja, misschien toch nu, misschien moet jij de, toch nu zeggen, jongens, we zijn dan en dan en dan. Precies. Gaan we naar het huisje ja. en neem iets te eten mee. Ja, neem een fles water mee. Neem een fles water mee. En een Muzlibol. mueslibol. En, ja, dan en, feest en, feest en, en een brok Friese nagelkaas ja. en een bonk Ellisonbrood. Uh, en dan gaan we lekker feest. party hardy. <laughs> Want we houden ook allemaal wel van een wijntje. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, nou ja, dat wou ik even vertellen en daarom geef ik mijn week een acht. ach ja. ja. Omdat ik hoop dat iemand een feest gaat organiseren. Jij? Hey, en jij, lief? Ik denk dat jij dat gaat doen. Ik zie nog wel een gaatje in je agenda. Ik denk dat jij dat best kan doen. 2025 gaat het zeker gebeuren. Nou, Ik heb me heel erg opgetrokken aan die voorstelling dat we dat gewoon hebben gedaan. Ja, want ik, ik, ik heb er ook wel afgelopen weken een beetje wakker van gelegen. Ja, ik, ik dacht, hoe, hoe dan? Hoe? Want je weet namelijk niet wat je gaat krijgen. Nee, want dat de voorstelling een met het publiek eng. is ja. heel anders dan met z'n tweeën en Kiki, ons regisseur in de, ja. Ja, in de repetitie. Maar het, ik, ik, vraag mij dan, ik vraag me af, waarom doen we toch steeds dingen, waar, uh, dingen die we eng vinden... en waarvan je dus niet weet wat ze gaan worden, maar dat doen we wel. Ja. Waarom is dat, hè? Ik vind dat toch heel Waarom fijn. Waarom ga je er elke keer weer in. Ja, en ik vind het fijn en troostend dat we dus toch steeds maar als mensen enge dingen doen. Ik moet minder een stemmetje doen van mezelf. Als mensen gewoon zeggen, Lies. Gewoon menen en staan voor wat je vindt. Als mensen enge dingen doen. Dat is ook ja. omdat je heel opgelucht bent dat het klaar is en dat je dat hebt gedaan. Want dat is natuurlijk een heel lekker gevoel. Een heerlijk gevoel. Hè? gevoel. Ja, dus net dat als dat je in de sauna het uit mee. het koude komt. Ja. Of poepen. Je bent wel in het kou of poepen. Nou ja, wat dat kan we? ook heel opluchtend zijn. Ik dacht dat jij of poepen. Poepen. Ja. ja. Nou ja, dat je zo denkt van Oeh, ik moet ik moet ik Ja moet, ja 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 en dan en is dan het gebeurd en hopa, dan denk je je lading van je af. Och, ja. ja. En dat is dit gevoel ook ja. wel, want je, daarna ben je ook echt lichter gewoon. Je zweeft als het ware rond. Ik was echt heel heel blij. Ik was ook zo blij. Dus dat vind ik fijn, want ik vind november, ik zal me heel eerlijk zeggen, is voor mij niets. Dat is niet mijn, mijn de maand der maanden nee, hè? voor mij. Nee. Is het je moeilijkste maand? Ja. Oh, ja. Is mijn moeilijkste maand. Ja. En dat dat culmineert dan altijd in Sint Maarten. Dat is snel. Want dat is al 11 november combineert ja. het al. Dat is nu over drie dagen. Jezus. Ik weet niet waarom, maar ik. Dat trek je gewoon echt niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het ermee te maken heeft met dat toen mijn man net was, dood was, ik dan in mijn eentje die Sint Maartenhuizen oh. af moest met de kinderen. En dat ik toen. Eigenlijk gewoon niet meer naar buiten durfde. En dan moest ik naar buiten met die lampionnen. En ze belden ook steeds bij ons aan. En ik, ik, ik werd er gewoon dood. Nee, en dan van. moet je je ook zo presenteren. Ja, en iedereen zo achter heb je ze. Ach, daar heb je ze. Oh, en nou. Oh, wat en daar da denk ik elke keer aan dat Sint Maarten. Denk ik elke keer aan dat wel. ik dan met die hele kleine kinderen. Met die lampionnen. Ik dacht, ik wil hier helemaal niet zijn. Ik nee. wil weg. En dus dat is denk ik. Dat is het. Ja, maar het is dat... helemaal niet. Het is ook goed om het nu te zeggen. Want dan denk ik ook, ja, dat is het gewoon. Dat is het echt. Ja, en ja. het is. Het is... Natuurlijk ook, dat was dan de eerste keer dat ja. het echt zo winter ja. werd. Weet ja, je wel? winter dus je en dan... Ja. Het weer sloeg om, je moest dat gaan doen. Je ja. bent dan die vrouw met die twee kinderen. Ja. Nou ja, dat is gewoon verschrikkelijk eigenlijk. En je kan je kinderen ja. ook niet zeggen, wij gaan niet. Want dat willen ze natuurlijk dan graag. Ja. Ik heb wel eens een keertje uh, toen, uh, toen... Want mijn man die is dus overleden. Jongens, misschien weten jullie dat niet, aan een depressie. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Heel lang, het is al heel lang geleden. Toen kreeg ik een mail van een vrouw. Uh, uit, volgens mij, Gelderland. En die vertelde dus dat haar man een paar weken daarvoor van een toren was afgesprongen. Oh. Ja, en die, en die was dus, zat dus helemaal in zak en as. En die, ja, die mensen waren. Die was helemaal devastated, die vrouw. Met twee kleine jongens. Jesus. En dat zij dus in bed lag, overdag. Even smiddags een dutje. En toen hoorden ze zo twee mensen voor, voor de huis langslopen. En toen hoorden ze zo twee, twee vrouwen. in één zei dus: Oh, hier woont die vrouw. Uh, waar die man van van die toren af was gesprongen. Oh, dat vond ik zo zielig dat je ja. ook nog weet, ja. Nu ben ik die. Er vreemd. wordt heel veel. Ja, ik, ik ben dat. Ik ben die mensen van dat erg on, ongeluk. Ja, ja. lief. Ja. ja, zielig. Hè? Dat hoorden zij dan zo. Ja. Oh man. Dat moest ik ineens aan denken. Ja. Het gaat heel goed met die vrouw nu, hoor. Ja. Ja, ik heb nog wel eens een keer. Uh, ik, 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 We mailen even heel, heel af en toe wisselen ja. we een berichtje uit. Wat goed. Uit. Ja. Wat, 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 wat fijn dat jullie dat ja, ja hadden, maar. Ja. Het is natuurlijk ook voor iedereen heel anders, maar je deelt wel ja dit soort dingen. Deel je natuurlijk met heel weinig mensen. Dat, dat je echt ja. dat mensen echt snappen hoe dat voor je is. Ja, ja, ongelooflijk, lief wat jij allemaal hebt doorstaan. Nou ja, maar ook die vrouw met die man met die. Zeker, Jezus. sommige mensen maken dit mee en het is ja. het is zielig hè. Het is zo verschrikkelijk. Eh, uh, goed, dat gaan wij. een mand wij. die we op tafel moeten zetten? Ik hoor het geknisper van een ja, hele gezellige mand. Reclame -mand, reclame -mand, reclame -mand, reclame -mand. Uh, ik ga eens even lekker op de bank liggen vanavond. En dan ga ik de nieuwe serie Special Ops Alliance Lioness kijken op Sky Showtime, mensen. Sky Showtime. Ga je dat sinds... lekker streamen? Ja, sinds 30 oktober kun je die lekkere serie uh, kun je streamen, zoals de mensen dat noemen. En het is een ontzettend spannende serie af. Ja, want het is gebaseerd ja. op een echt CIA-programma, ja. wat echt bestaat. En het volgt een jonge marinier, ma marinieresse eigenlijk, die wordt gerecruiteerd voor het Lioness Engagement Team. Ja, zij moet een terroristische organisatie van binnenuit zien op te rollen. Nou, ik ben blij dat ik het niet hoef te doen, zeg nee, Dat scheelt. Maar je zou het wel kunnen spelen. Ik om een terroristische X10 organisatie te spelen. Binnen... Ja, het lijkt me de hel. Ja, het of lijkt het... me ook heel zwaar. Van binnenuit. Dat uit je dan daar ook kan. niet van kan slapen. Het zorgt wel voor super spannende scènes. Heel spannend. Lekker zeg. Er zitten ook van die hele leuke gewoon klein, klein menselijke ja, huiselijke want, uh, dingen uh, in. Hè? De hoofdrolspelster, die heet Joe. Ja. En uh, dat is een moeder. En die uh, betrapt dan de dochter van 14 met een jongen. En die stuurt hem weg. Nou, dat zijn natuurlijk ook van die. Kan jij daar het leven houden? zijn gegeten? Zou jij dat ook doen? Als nee, je, als je, als je stelt, je had een dochter van 14. En die betrapt je met een jongen. Zou je die ook wegsturen? Nou, ja, als ik ze naakt op mekaars gezicht zag zitten, wel ja, bij wijze van spreken. <laughs> zou ik echt zeggen, jongens, wel. ja, bewaar dit nog even voor wat later, weet je wel. Oh, je zou echt maar als een ze tip gewoon komen. naast elkaar zouden zitten. Uh, ik zou zelf met een, met een, met, 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 met een rapportvlieboek zou ik ook denken: nou, blijf Geen zitten. Gang. Ja, en ik zou eerlijk gezegd, in eerder genoemd geval ook zeggen: kudos. Ik ga ja? weer even wat voor mezelf doen. Ja, precies. Jongens, zolang het geen pijn doet nee. en zolang je het allebei prima vindt, vind ik en het goed. En gewoon condooms naar binnen gooien. Maar goed, dat is in Amerika allemaal <laughs> heel anders. Um, Joe wordt ja. gespeeld door Zoe Saldana, die je ja. misschien wel kent van Avatar, Pirates ja. of the Caribbean, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy is natuurlijk ook zo'n ontzettend heerlijke film, hè, jongens? Ja. ze hebben een uh, prijsactie bij Sky Show. Oh, vertel eens. Dan kan je voor 3,99 per maand ja. drie maanden lang kijken. Ja. Achter elkaar door. Als ja. je je nou voor 27 november abonneert. Nou, dat is gewoon de prijs van een kopje koffie uh, in het café hiernaast. Oh, minder huh? zou ik haast willen zeggen. Ja, dus het is gewoon voor: uh, wil je of een kop koffie of wil je drie maanden lang genieten van Zoe Saldana? Precies. En allemaal andere series en films. En allemaal andere series. Eerlijk, Ik weet het wel. Zet die man maar mee weg. Reclamemand, reclamemand, reclamemand. Nou, wij willen eigenlijk uh, zo in de loop naar de feestdagen toe... af en toe even een liefdadigheidsmandje openmaken. Precies. Dat leek ons zo leuk. Ja. Stel, je denkt, god, uh, ik, ik het geld klost tegen de plint. Waar moet ik heen met mijn geld? Of tijd, of moeite, of nou ja, sn je snapt wat ik bedoel. Nou, dan kunnen wij iets leuks misschien... Uh, een leuke voorzet geven voor iets wat je zou kunnen doen. Ja. Zo is onze grote vriend Marcel Musters. Um, acteur. Hij is acteur. En uh, nou, hij is nu eigenlijk meer podcastmaker. Ja, hij maakt ook podcast. Ja. Uh, die uh, gaat al jaren naar psychiatrisch patiënten uh, in Vught. Dat is een enorme instelling in Vught. En daar um, heeft hij zich gelieerd, gelieerd aan een stichting die heet Verwendzorg. En die zorgt ervoor dat mensen die dus uh, nou, langdurige zorg krijgen in de psychiatrie... maar ook mensen die daar voor die mensen zorgen... Uh, af en toe een, uh, een beetje verwend worden. En dat is dan tijdens de feestdagen met een doosje bonbons. Met een persoonlijke boodschap erbij. Ja, met een eigen kaartje erbij. Ja. Of een tekening. Of... Ja. en dus het, hij, brengt, hij, brengt echt, hij heeft het ook met jou gedaan, ja. hè, het brengen. Hij brengt het erheen. Het begon ooit met twaalf doosjes. Ja. Uh, jullie hebben ooit met Kees Holtkamp en zijn vrouw Petra grote ja. patissiers maar liefst 300 champagne truffels zelf ja. gemaakt en kaneeltruffels. Dat was echt een hoogtepunt oh, in mijn leven. Dat heb ik twee keer mogen doen. Fantastisch ja. zelf maken, dat is echt leuk. Hè? Ja, misschien dat ik nu wel weer met Kees... Uh... Ja, misschien mag je weer met Kees. Gaan we gewoon sms'en, kom maar Het Dat zou toch super leuk ja. zijn? Het was wel zo dat uh, Kees die heeft eigenlijk het eigenlijk bijna helemaal gedaan heeft ja tuurlijk ja. die kan dat hartstikke goed dus die ik, ding, ik, ik, laat mocht, mij ik mocht een paar dingetjes doen maar, Snufje maar, maar kaneel kaneel ja <laughs> maar het was wel ik, ja, ik, ik ben ik, 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 vind het, ik vind ze zo geweldig ja, het zijn komt gewoon helemaal niet meer uit mijn ziel, woorden heerlijke dingen het is ook zo'n leuk stijl ja. ze zijn fantastisch en het ja is Het echtpaar Holtkamp dat zijn fantastische ja, mensen als je ooit in Amsterdam bent ga naar hun winkel oh. Um, hij, Marcel werkte ook in de psychiatrie, hè, als verpleegkundige. Ja, hij dat was, verpleegkundige, was ook. verpleegkundige. Ja, een dus verpleegkundige. hij weet er echt heel veel vanaf. Hij weet echt van hoe ja. en de rand is niet ja. zomaar van, ach ik ben een BN'er en ik zoek een goed doel. Ja. Hij heeft echt iets daarmee. Ja. En het leuke vind ik ook dat het heel persoonlijk is. Dus je geeft, even voor de praktische info, je, geeft, je kan tot, tot en met 17 december, vanaf 17 november tot en met 17 december, kan je je bom ons brengen ja. bij Theater Bellevue. En het is leuk als er dan een kaartje bij zit. Kindertekeningen doen het ook heel erg goed. Mensen hangen die kindertekeningen ook echt ja, op. Ja, een handgeschreven kaart. Of ja. Nou ja. Ja. Uh, Theater bij de Fusiet in Amsterdam op Leidse Kade 90. Uh, ze gaan dan op 18 december alles inpakken. Ja. Op 21 december gaat Marcel met mijn goeroe Hanneke Groenteman naar Vught. Dan brengt hij alle ja. bonbons. En dat vind ik ook wel weer het leuke aan deze actie. Het is ja. niet van maak geld over en we zien ja. het allemaal wel. Je gaat fysiek een doosje bonbons brengen. Ja. Of twee of drie doosjes. En dan uh, brengt Marcel dat met Hanneke allemaal naar Vught. Ja, het is. Jongens, het is zo fantastisch om ja. daar te zijn. En om die dingen te brengen. Het is echt... hoe ging het dan uit hoe jij ze bracht. Ging je dan echt naar mensen? We gingen naar verschillende paviljoens. En uh, daar hebben we dan die dingen uitgedeeld. En. Uh, uh, gepraat met de, met de, met de, 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 men, de verpleging, dus de, de, de psychiatrische verpleegkundige die daar werkte. Jos Guffens, die was. Ik weet niet of hij. Dat mogen. is Jos Guffens. Met, ja, een van die mensen is Jos Guffens, maar hij is volgens mij net gepensioneerd. Dat weet ik even niet zeker, maar dat is ontzettend ontzettende lieve man. En je hebt ook de acute, dus de crisisopname. Ja. De crisisopvang. Daar hebben we ook bonbons gebracht. En, oh, um, um, ja, ik. Ik, ik, um, ik heb er wat mee. Ja. Ik heb er echt wat mee. Ik snap het heel ja. goed. Ja. Nou, mensen, doe het. En nou ik, ja, ga, het ik, ga, ik, ik, ik wil heel graag dit jaar weer inpakken. Want ik kan niet ja. mee, uh, ik kan nee, want niet want mee naar veel van de moeten te spelen. Maar uh, het inpakken is ook een feest. Ja, ga ik ook lekker bij helpen. Vind ja. ik echt leuk ja. om te doen. Dus dat was onze charity mand. Leuk, jongens. Ik ben benieuwd of, 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 ja, of, of dat dit echt gaat veel... werken. Ja. Laat het ons even weten. Ja, vinden we leuk. Goed, dan gaan we door naar het kleine probleem. Zal ik een heel klein probleempje ja, gooien? Oké, okay, uh, mensen, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik heb dus als ik mijn taakjes heb gedaan van die dag en ik zit op de bank, dan val ik meteen in slaap. Ja. Dus ik zit en dan is het. Ja, dat heb ik Dus al. het is echt als een oude moloch. Ja. Uh, en dan word ik, om nu, nou, dan word ik wakker. Dan denk je, maar wat is dit? Ik moet naar bed. Hè. Je gaat naar bed, je doet alles wat je moet doen. Dus weet ik veel, wat je want allemaal tandjes moet doen. poetsen. Len, hele lange dingen met contactlenzen en zo. Stoken. Dan lig je in bed en dan kan je niet slapen. Nee, want dan heb je je pre al gehad. Wat is dit? Ja, dat is, dat is, dat is zo vervelend. Ja, ik... Ja. Nee, ik heb precies hetzelfde. Ik, ik okay. val dan als een blok... Ik, ik geloof dat ik echt in mijn derde remslaap raak op die bank. Wat? Dus het is... Want dan denk ik, even de oogjes dicht. Ja. Maar voor je het weet, lig je echt heel diep te slapen. Ja. En dan moet je toch die, die stap naar die slaapkamer nog maken. En dan denk je lichaam, nou, ik ben wel uitgerust. We kunnen nu wel wakker gaan liggen, ja. Het is om gek van te worden. Ik heb nog een voorbeeld. Stel je, denk, je zegt nou tegen je partner, of weet ik veel wat. Uh, jongens, ik ga naar bed. Ik, uh, ik zie je zo. Ja, prima, leuk. Ik kan nog even kletsen, weet ik veel wat. Dus dan ga je, jij gaat naar bed. Je valt als een blok in slaap. Ja. Je partner of beste vriend of weet ik veel wat. Kinderen, Kavi, die komen erbij. En die, die willen dan nog even kletsen ja. of uh, weet ik veel wat. Op je gaan zitten. Mm. En dan daarna sl slapen zij heerlijk in en jij, en jij ligt wakker. Hetzelfde. Nee, dit is wat gij mijn nachthumeur uh, noemt. Maar wat? Want als ik eenmaal wakker word gemaakt uit mijn eerste slaapje. dan ben ik woedend. want dan denk ik. nu ga ik de slaap nooit meer vatten. Nee, maar wat is dat? Ja, nee, het is, het is verschrikkelijk lies. Nou, ja, wat ik doe, dat is wel een tip. Ik val dus ook heel regelmatig in slaap. want ik ben ook een soort oma aan het worden. Of een soort kat <laughs> eigenlijk. Zo van. Nou, hier zit ik een bank. Ik ga weer op uh, mm -hmm. Ik zet echt een wekker. Dus ik voel mezelf die wegtrekker krijgen zet meteen een wekker. Nee, Ja, echt. S'avonds op de bank? Ja, zet ik gewoon een wekker. Want anders ben ik weg en voor je het weet zit je, 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 je s'nachts wekker op ja. de bank. Ja, nou dat kan bij mij bijna niet. Want er zijn zoveel mensen om me heen dat ja. ik al heus wel op een gegeven moment denk, er moet een hond uitgelaten ja. worden of in ja. de bed. Maar, maar ja, ik moet gewoon niet, S'middags mag ik een half uur. S'avonds mag ik tien minuten. Doe je het ook echt een half uur Ja. En dat kan ik prima. Er zijn ook mensen die worden daar dan heel groggy uit wakker en zo. En ja. Naar dat heb ik niet. Ik word dan wakker en denk, oké, okay, nu gaan we weer verder. En dan ben ik echt als een soort batterijtje weer. Maar ik ja. moet een timertje zetten. Dat ga ik doen. Ja, echt. En ik ga je daarover berichten. Of oh, vind ik leuk? Ja. Maar ja, dat met de partner die in bed nog even komt, klassenbessen... daar dat heb ik. Het is heel ook heel leuk en gezellig over. natuurlijk. Ja, en dat kan je. Ja, dat. Ja, sommige mensen weten bij mij dat ik dat, dat gewoon eigenlijk niet kan. Want als ik lig te pitten, lig ik te pitten. En dan. Ja. dan dan moet het niet onderbroken worden. Dat is eigenlijk een beetje een beer in de winter slaapt. Die mag je niet storen, anders wordt hij heel zacht. Ik ben echt een hele gevaarlijke ja. grizzly als ik slaap. Ja. Ik zal het maar gewoon toegeven. Het lijkt me wel heerlijk om beer te zijn. Oh, dat een... uh, dat, je dat dan heb je tegen november helemaal niet. Ja, dat je dan nu in een hol met heel veel gras tegen een andere beer aanlegt. Oh, en zo lang kan Moet je je voorstellen dat je lekker tegen zo'n grote berenrug aanlegt. Oh, lekker hè? Ja. En die liggen echt niet wakker hoor. Maar ken jij dat boek, De Beer die geen Beer wou zijn? Nee. Nou, die Beer gaat dan een winterslaap doen. Ja. En het is een heel grimmig kinderboek. En dan wordt er boven zijn hoofd ineens een hele grote fabriek gebouwd. Oh. Komt hij uit die winterslaap? En dan denken ze dat hij een arbeider is. En dan moet hij keihard aan het werk in die fabriek. Oh, wat een nachtmerrie. Ja. <laughs> Dit boek las ik gewoon toen ik vijf was. Maar ik heb wel wat met dat boek. Ik vind het. Het is. Ja, het is wel spannend. Is het of een zo? soort anticapitalistisch kapitalistische ja, uh, het is, het is ja. Oost-Europees. Ja. Het, is, het is Pools of het is Tsjechisch. Het is echt heel hard. Ook een beetje een Barbara weet je wel, die dan de grote stad wil ontvluchten en allemaal, allemaal fabrieken waar Barba Papa dan bang voor is. Kijk je dat in dat ober, Ik ken ook Barbara Bolletje. Oh ja, ja daar is dat ook. Ook heel socialistisch. Ja, in die tijd waren er veel ja. leuke, mooie, zachte ja, dieren die in een, in een hele kapitalistische ja. samenleving terugkwamen. Barbe waren. papa die dan in een gewoon huis, moest een rijtjeshuis ja. moest wonen en heel ongelukkig was nou, en, en zo. Dat is precies hetzelfde, ja. ja en, en die moest dan in de vorm van zo'n huis, ja. Oh ja, barbe papa werd natuurlijk ook een huis. Ja. ja. <laughs> Want dat komt barbe Ik papa. was als kind altijd een beetje verliefd op barbe papa. Ja, maar jij valt die eigenlijk val ik... nog steeds wel een beetje op barbe papa. <lacht> <lacht> ik ja. ook trouwens. Heerlijk, ja. het lijkt me fantastisch. Ja, dat, 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 met Barbe papa een relatie hebben. Ja. ja, ja, Ik zie alleen ook problemen, maar ja, je <laughs> wordt natuurlijk veel op straat nagekeken als je dan over, over straat met Barbe en zo, die zo zijn arm om je <laughs> heen slaat. dan nou, hij is toch kijken... wel een arm. Hij vormt een arm. Tuurlijk. Ja, ja, hij heeft hij, tien armen. Hij, hij af. vormt natuurlijk één arm. Hij, hij heeft vormt ook genitaliën als het nodig is. Wat je maar wil. <laughs> Wat je maar wil, dat is hij. Ja. hij is helemaal vormbaar. Kunnen wat ze willen worden: dun, ja. dik of rond, kort vierkant, lang. <laughs> dat is wel ja. goed. Nou, ik ga een nou, wekker zetten. Jij hebt je ideale man um, geschreven. Ik ga met barbe papa straks een een borreltje drinken en um, uh, ik wil jou vragen: wat is je kleine probleem? Ja, ik zit te denken. Ik kan ook meteen naar ons grote probleem. Dus goed, dan hou je je kleine problemen Bellen. in je bewaarmandje. Ja, want ik heb, ik heb zat kleine problemen nog. Oh ja, ik, ik ben één groot klein probleem. Maar wij hadden ook een groot probleem. Ja, klopt. Uh, dat opperde jij. Wil jij het, wil jij het vertellen? Ja, uh, uh, mijn probleem is, waarom onthoud je kritiek beter dan een compliment? Ja. Dus, dus iedereen zegt, oh, wat leuk, wat een leuke broek heb je aan. Of uh, nou, voor ja, leuk." En dan zegt iemand: God, uh, hij zit wel heel strak. Of uh, ja, ik vond het wel lang, de voorstelling bijvoorbeeld. Of Ik vond het wel kort. Ik vond het wel kort. Ja, precies. En dat zijn dan dingen die blijven als een soort weerhaak in je ziel haken. Ja. En die raak je heel moeilijk kwijt. en wel uh, alle leuke dingen ben je meteen vergeten. Ja, alle leuke dingen die, die glijden van je af als druppels van een eend. Ja. En, en iets wat vervelend is, dat blijft als een soort olieflek zo. Ja, en dat ga ik ook altijd navertellen aan mensen. Dus ja. dat wordt dan mijn anekdote over, ik heb dat en dat gedaan. Hoe was dit en dit nou, ja? Nou, die en die. De zij. meeste mensen vonden het te lang. Of zo. Of, nou ja, of één iemand zei dan. Ik had bijvoorbeeld mijn voorstelling over mijn jeugd. Had één iemand tegen me gezegd: je hebt je vader te hard aangepakt in die voorstelling. Ja. Iemand die mijn vader nooit had gekend, ja. die mij amper kende. Dus ja. ik had het helemaal. Nou, dat brandde inderdaad in mijn ziel. Dat, ja. En dat bleef ik ook maar te berden brengen. Van ja, maar één iemand zei. Dat zeg ik dus nu ook weer. Ja. Terwijl ook heel veel mensen zeiden: wat een leuke voorstelling, leuk gedaan, blablabla. Ja, bla, bla. En dat, dat doet je dus blijkbaar helemaal niks. Nou, dat doet je ook ja, veel. Het is fijn, maar maar het is raar dat je relatief zoveel gewicht geeft aan een veel minder leuke ja. opmerking. Dat is hetzelfde als met dat, dat je in een ruimte bent met een groep mensen. En één iemand, daar heb je gewoon geen klik mee. Dan raak je toch kun je geobsedeerd daar, door, die die ene. door die ene persoon. Heel ja. geobsedeerd. Ja, dat ja. is echt waar. Maar ik heb uitgezocht waarom het zo is. Ik wil het heel graag weten. Het heeft te maken met de evolutie, zoals altijd, en met denken. Ja, ja ik wist dit allemaal echt niet hoor want ja. ik, ik begon jij hebt inmiddels toch ja, ja, dat ja ik ben er ook vraag. over gaan lezen ja ja hoe kan dit toch waarom is dit zo iedereen heeft dit weet je bijna niemand dat heeft dit niet dat is ook troostend hè jongens ja iedereen heeft hier last van ja uh, maar er zijn uh, ten eerste dat vond ik heel grappig maar dat is waar een negatieve emotie vereist meer denkvermogen, zeg maar. Daar moet je even op kouwen. Als iemand iets negatiefs tegen je zegt, ja. dan, dan, dan schrik je. Nou, heb je die schrikreactie, dan moet je denken, is het waar? Ga je daar weer over nadenken? Ja. Dan denk je, moet ik hier iets mee? Terwijl iemand zegt iets positiefs, dat is als, als Barbara Papa niks. die daar naar hoef binnen je niks glijdt. Mee. Ja. Ja. Dan denk je, prima, lekker, ja. goed. En dan ben je weer door. Ja. Dus, het, dus het vereist denktijd. Het neemt je computertje in beslag. En daarom zit het harder in je schijf gebrand, zeg maar. Op zich heel logisch. Ja, dat is inderdaad heel logisch. Dus ik dacht als opl oplossing hiervoor zouden mensen je hele ingewikkelde, complexe complimenten moeten geven. Waar je heel lang over moet nadenken. Maar hoe zou je een compliment kunnen geven dat complex is en waar je heel veel over moet nadenken? Nou, wat ik bijvoorbeeld wel eens heb, is dat mensen een stukje van mij lezen in de krant. En daar zien ze dan iets heel anders in dan wat ik eigenlijk heb bedoeld. Dan zeggen ja ze dat van, is een goeie. ja dat ging eigenlijk ja. heel erg over weet ik veel het einde van de samenleving of zo en dat is dan een compliment ja. Maar ik had het zelf helemaal nooit zo bedacht. En dan denk ik, wow. Mm. Oh. Ja, ik moest ook ineens denken aan... Ik, en, ik was uh, vroeger bevriend met een stand-up comedian. Ja. Die vond ik heel grappig. Maar als hij dus een stand-up deed... dan was het ook wel eens zo dat er niemand lachte. Oh, en dat het helemaal... Hij ging als een straaljager zo... Over de bergwand de in, zal ik maar zeggen. Oh, Totaal ja, ja. Mayday going down. En ik vond dat zo fantastisch. Dat hij daar zo vol... Uh, Gewoon toch inging. Vol inging. Ja. Terwijl gewoon het helemaal niet klikte met het publiek. En dat ging ik dan een keer met een paar biertjes op aan hem vertellen. Hoe fantastisch ik dat vond. Ja. En dat ging heel, viel helemaal niet oh, goed. Nee. <laughs> dat is een, heel dat is een maar, het compliment. Het was een gemeend compliment. Ja, want het is zo leuk ja, om Jij je gaat zo vol je ondergang het in. Dat vond ik van een onver, verbijsterende schoonheid. En het grappigste wat ik ooit heb gezien. Ja. En jij vond hem wel heel erg grappig. Ja. ja. Dus het was niet een compliment verpakt als een. Nee. Maar als, een, als, wel, een, als een verwijt, maar... Het was een vrij complex maar compliment. Maar dat is ook een complex compliment. Ja, een complex compliment. En inderdaad, wat je met een paar Wat, ik, helemaal, wat ik zelf ook helemaal niet leuk zou vinden nee. als stel. Ik heb er ook echt spijt van. Als iemand tegen mij zou zeggen, zo goed, jij speelde die hele voorstelling uit en niemand reageerde. Nou, dan zou ik ook wel denken, hmm, wat moet ik hiermee? Ja. Dat is lastig. Ja. En... ja. Ik heb ook wel eens een voorstelling gespeeld dat iemand tegen mij zei, je had niet zo'n goede avond, hè? Nee. Ja, een oude docent van mij. En dat was ook helemaal niet zo. Nee. Ja, dat... Ja. Nou ja, God, het is, nou nooit, ja, het is je, nooit. een heel goede avond. En maar lief, dit, dat onthoud je dus. He, ja, dat precies. Dat dan zegt. Ik dacht, oh, wat ben jij een tieringlijner. Ik zeg. kan ze oh. allemaal nog opnoemen. Ja. Het is echt ziek hoe. ik heb dus een heel slecht geheugen, maar voor dit soort dingen heb ik een olifantengeheugen. Dat is echt krankzinnig. Raar, hè? Nou ja, en het andere is dus. Er zijn twee andere dingen. Sowieso is het natuurlijk in de survival of de fitness heel ja. belangrijk om heel erg te gefocust te zijn op gevaar, negativiteit, kritiek. Dat is allemaal één een, ja. een bunch van bedreiging. Ja. En je bent natuurlijk een dier, dus je ziet bedreiging. Dat maak je dan groter dan het is, want je denkt: ik moet al mijn voelspijten ja. uitzetten, ik moet rennen, terwijl een een, een mooie zon die opgaat of een lekkere peer die op je pad valt. Denk je nou prima, die eet ik even op. Ja. Zou de oermensen daar dan ook over hebben gehad, Aaf? Kritiek. Dat, dat stel wij zijn, wij waren twee oervrouwen in een hol. En dat, dat jij de hele tijd zei. Ja. Maar kijk nou eens naar nou, het is toch een hartstikke mooi weer. Moet je zien. En de herfst komt alweer, de blaadjes vallen. Ik denk dat het daar ook wel. En dat ging. ik alleen maar zat te zeiken. Ik denk wel dat ze meer tijd kwijt waren aan uh, van hoe gaan we taal uitvinden en wat is vuur? Wat is vuur? Hoe krijg ik het vuur? Gaande? Ja, als, je, als dat je voornaamste ja. ding is, dan ben je natuurlijk niet zo druk met je kleine psychologische problemen. Maar ik denk dat toen het vuur ja. helemaal uitgevonden was, mensen wel, ik denk nou, dat mensen... kan veel beter vuur maken dan jij. Ja. Oh, ik weet nog, vorige maand heb jij het vuur laten uitgaan. Ja, precies. En dan denk je, en dan. En dan dacht die oervrouw, ja, maar je hebt nooit iets gezegd... over al die keren dat ik het vuur niet heb laten huizen. Nee, uitgaan. of die mooie, die mooie tekening die ik hier in de grot heb gemaakt. Ja, of een heel mooi vuur had gemaakt, ja. wat gewoon heel goed ging. Of hele goede besjes had gevonden. Ja, of de god heel gezellig had gemaakt. Geveegd, Alles jou, had geveegd. Met de zelfgemaakte veeg. takkenbos, ja. Um, okay. mag, ik dus... nog, mag ik nog één ja. ander punt zien, zeggen ja. waardoor dit komt? Want ik vind het dus echt een heel, heel leuk onderwerp eigenlijk. Uh, ik, ik wil nu ook psychologie gaan studeren, Dat heb jij gedaan. Ja. Um, je, je hebt de neiging om mensen die negatieve dingen uh, te zeggen te zien als slimmer, want scherper, dan mensen die gewoon positieve dingen zeggen. Dat is wel waar. Want als iemand dus iets positiefs tegen mij zegt... denk ik ook van, ja, dat is ook gewoon makkelijk. Weet je, je zegt ja. gewoon, ja, leuk. Ja. Mooi, leuk dat wat doe je hebt wel gemaakt. Zeg, mooi. Nou, hartstikke leuk. Ik doe dat super vaak. Ja, en, en dat is ook goed. Ja. Maar als iemand dan kritiek heeft, dan denk je... ja, die heeft een kritische geest, die is scherp... die zit echt na te denken, die heeft echt een punt over mijn werk mm -hmm. te, te maken. Dus ergens in je onderbewuste of misschien wel bewuste denk je... die is ook gewoon... dat snijdt hout. Dat snijdt ja. meer hout. Ja. Zo, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een, een vriend, Dick. En ja. als Dick, Dickie dan komt kijken naar iets wat ik heb gemaakt, dan is, dat, dan is dat eigenlijk wat hij vindt. Hij vindt altijd totaal iets anders dan wat de meeste mensen vinden. Dat zie ik bij hem wel, ja. Ja, en dan als hij kritiek heeft, dan is dat ook echt iets waar ik ook echt graag over na wil denken. Ja. Weet je, dus van sommige mensen, daar wil je nee, eigenlijk heel kritiek voor. Sommige mensen hebben namelijk echt hele ja. goede kritiek. Maar ik heb ook vrienden die vinden sowieso alles eigenlijk heel kut. Echt? Ja. Wat helemaal niet erg is, ja, die vinden gewoon het meeste heel slecht. Ja. En dus ook wat ik maak of doe. Of, ja. uh... Uh, maar ik merk gewoon, omdat ik denk hele goede volspritten te hebben en ik, ik ben ook wel een beetje wantrouwig hoor, dan denk ik van, oh ja, 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 je noemt nu alleen maar even dingen op die... Ja, ik weet niet. Ik, ik kan ja. zelfs nog in een positief iets, iets negatiefs zien. Dat is echt wel heel knap. Maar ik ben best wel moeilijk te pleasen dan wat dat betreft. Mm -hmm. Maar soms merk je gewoon dat mensen echt iets leuk vinden en dan is het allemaal goed. En, en soms denk ik ook: van ja, ja, dit is jouw ding ook niet. Weet je, maar wel. weet je wat nou zo raar is, Aaf? Als er niemand is die uh, kritiek geeft, is dan het doe ook je dat weer gek. Dat is ook gek. En ja. dan, dat, maar dan doe je het zelf. Dus ja. dan zeg je: ja, het zal allemaal wel. Het, het is allemaal hartstikke leuk. Maar zal ik. Even maar dit en dit heb, heb ik niet goed gedaan. En daar lig ja. je dan wakker van. Dat dus je bent eigenlijk zelf ook nog eens een heel grote criticus van jezelf. Dat is natuurlijk ook waarom je kritiek zo goed onthoudt. Ja. Omdat je denkt, het is terecht, ja. het klopt. Het was wat ik allemaal zelf al had gedaan. Want dat was natuurlijk toen met dat ding compliment, kritiek over dat ik mijn vader te hard afviel in die voorstelling. Ja. Dat was natuurlijk mijn dat grootste angst. Is iets angst. waar je bang voor bent. Ja. Dat was mijn grootste angst dat ik dacht, ik moet mijn vader niet tekort doen, dat mag niet. Maar hij was wel zo en maar ja. je moet ook eerlijk zijn. Ja. Maar... En dan zegt één iemand dat en ja, zie je wel, ik heb, ik heb mijn vader tekort gedaan. Dat is, dat, het raakt natuurlijk ergens altijd in de gevoeligheid waar je zelf al mee zat eigenlijk moet je dan in jezelf allemaal verschillende figuren zijn. Stel je zou het echt, ik zat dan te denken als de holbewoners, weet je, wel... die dus gevaar beter onthouden ja. dan iets leuks, omdat ja. het belangrijker is om te weten wat, wat gevaarlijk is dan dat dan er dan iets wat prima liggen, ja. was. Ja, eigenlijk ben je dan, zal ik maar zeggen, dus de holbewoner die de hele tijd waarschuwt, en dan ja. moet je ook de holbewoner tegelijkertijd een andere holbewoner zijn die zegt... nee, maar jongens, we gaan toch naar buiten... want we gaan toch bessen zoeken. Ja. Want we moeten er even uit vandaag. Ja. We moeten even frissen. We hebben ook honger. En, je moet een hol, en, en dan moet een andere holbewoner zeggen... Ah, ik heb niet zo'n zin, ik blijf lekker binnen. Ik maak het binnen wel gezellig. Ja. Je moet eigenlijk al die verschillende facetten... Eigenlijk van je persoonlijkheid alle koesteren. Van, uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Of alle smurfen. Ja. Nou ja, je hebt vaak al van die... Smurven alle smurfen moet je zelf zijn. Ja alle smurfen. Dus je moet ook degene die dus de 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 de, de smurf de kritiek smurf. Ja. Daar moet je eigenlijk heel lief voor zijn. Ja. Boze smurfen, hoe die ook niet. Ja, heet. want die hoort er ook bij. Ja. Want als er niemand kritiek geeft en je bent zelf ook kritiekloos naar jezelf. Nee, toe, dan ga je echt geen dan leuke niet maken. Nee, dan word je gewoon een soort ja, soort Stalin. Ja. Toch? Die had denk ik weinig zelfkritiek. Die had De geen kritiek waar kritiek dat smurf nee. Nee, Die had zich staan. Nee. Nee, Die had heel veel smurfen, maar niemand die kritiek gaf. Ja. En nee. nou, ik denk dat alle smurfen waren natuurlijk dood. Ja. En had ze ook allemaal hetzelfde pakken, dan ook echt een ja. echt ja. Nee, maar dat is waar. Dus we moeten maar lief zijn voor die criticus. En zeggen van, nou, jij mag er ook bij. Ja, maar... maar wat jij zegt is niet het enige dat waar is. Nee, mag ik daar even dan tegenover stellen, innerlijke criticus, dat bla bla bla? Precies. Ja. ja. En ook genieten van de. Want dat had ik dus toevallig zaterdag naar onze voorstelling. Ik ben dus altijd heel goed in dan s'avonds in bed alles gaan bedenken. wat niet zo goed was gegaan of zo. Ja. Maar daar had ik nu eigenlijk bijna geen last van. Ik vond ja. het gewoon een hele leuke avond. Ja. Dus dat kan soms ook gewoon gebeuren. Ja. Dat, dat je gewoon een soort van. Geniet van. Tuurlijk gingen er heus wel kleine dingen mis. Maar helemaal niet dat dat dan de overhand neemt. Kritiek was gewoon even in slaap gevallen. Ik dacht, smirk, weet je wat? Uh, ik, uh, die had al zoveel werk. Ik verricht. vind het goed, jongens. Ja, precies. Ik, ik heb niks met dus Ik kan geen pap meer zeggen. Nee. <laughs> die lag gewoon. Ik ben al 48 <laughs> jaar zo hard in touw. <laughs> ik weet het ook niet, hoor. Maar. Ja, ja, ja ik vind het. Ik vind het en, 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 en nog één ding over kritiek. Dit is, dit is meer. Um, Um, dit, is, dit is niet wat heel veel mensen overkomt, maar bijvoorbeeld kritiek op mensen zoals Billie Eilish en zo, mensen die echt veel kritiek krijgen, maar ook heel veel lof, yeah. gewoon hele grote sterren. Dat is ook fascinerend. Je hersenen van de mens, van de holbewoner, kunnen daar niet mee omgaan, want je, de social media geeft je bijvoorbeeld 1 miljoen kritiekpunten. En 1 ja. miljoen loftuitingen. Ja. En dat is te veel voor een gewone holbewoner. Ja. Dus zij kon niet genieten van haar immense succes. Maar genieten van succes is, is heel, moeilijk. heel moeilijk. Ik denk dat jij dat als je zo iemand als Billie Eilish bent, dan geniet je eerder van het creëren van iets Tuurlijk. wat je nog nooit dat hebt gemaakt. Dat is ook waarom ze er ooit mee begonnen is. Ja. Ze is een heel creatief iemand. Ja. Maar vervolgens krijg je natuurlijk heel veel liefde en heel veel haat. En dat is te veel voor een mens. Ja. Dus dat is dus daarom moet je, moet je als je iets hebt gemaakt eh, wat ook maar enigszins in een krant kan komen eigenlijk gewoon nooit op Twitter en zo kijken dat is echt beter nee dat doe oh, ik niet sowieso doen. niet je zal dan... nooit googelen nee niet doen ik, uh, ik, ik, ik zag een keer een filmpje van Jeff Bridges de acteur, ja. we kennen hem natuurlijk allemaal uit als de dude uit de Big Lebowski ja, heerlijke die vent ik ook heel erg leuk vind. Jeff Bridges echt heel erg leuk Jeff Bridges als echt je luistert. nee ja of ik, ik Papa. nee dat dat, dat <laughs> Ik heb mijn eigen thuis. Precies. Maar, en ook uh, wel een beetje Jeff Bridges trouwens. Absoluut. Ja, kruising. Ja, ja, ja ik. You found the real ik, thing. Ik kan mijn handjes knijpen. Maar um, die had een keer gezegd tegen een andere acteur op de set. die heel erg last had van angsten. Tijdens, ja. het, tijdens het filmen. Die had gezegd: uh, Fear is your body, man. Oh ja, en dan moet je zeggen. gewoon je arm omheen slaan. Ja. Dus alle angst. dat is gewoon je vriendje. Die ja. is gewoon bang. En dan moet je gewoon zeggen: Joh, kom eens even hier. Ja, en hij Tuurlijk helpt je dus je ook bang. soms. Hij helpt je dus ook soms. Ja, ja. En, uh, en, toen, en dat, dat probeer ik nu de hele tijd uh, aan te denken. Je hebt het ook nog tegengekomen. is your body. Ja, ja. ja, ja. Ik weet het niet zo mooi. Van Jeff Bridges, uh, ja. Ja. ja het van Jeff body. Bridges. Ja. Die had misschien zoveel gebloten. Ja. Ik ga nou eens even goed zijn. En hij was dronken. dat Ik uh, ga jou eens even vertellen. Maar dat, maar dat, is dat, wel ik vond waar. het zo'n mooi uh, idee. Je, je gaat dus je nooit criticus. Angst leven. En je, angst, ja, de, je angst,smurf en je kritieksmurf... Die moet je gewoon op schoot nemen. En ja. zeggen. En ja, jij mag er ook bij. Ja, behalve als angst de overhand neemt, ja. natuurlijk. Want ja, ik was toevallig zeker. een heel interessant stuk in de Volksstand deze week: dat eigenlijk angst. Geestelijke ziekte, nummer één, is. Daar ja. hoor je helemaal niet zoveel over nee. je hoort. Veel meer over depressie, wat ook heel groot is, hoor. En het kan ook heel erg hand in hand gaan. Maar ja. angst, mij wel bekend. Ja, is mij ook. Een heel groot probleem. Dat hebben de meeste mensen van alle ja. geestelijke toestanden. Ja, angst. Ik geloof niet dat je geestelijk mag zeggen, maar goed. Um, het en, is ook allemaal gewoon ook heel eng, jongens. Mensen het, worden ziek, mensen leven gaan dood. Het is heel eng. Mensen storten in, mensen ja. die uh, je, ja, uiteindelijk alles af. Ja, zit je in één angstige achtbaan? Ja. En af en toe heb je een leuk moment. Dan ga je even niet over de kop. Ja. Maar um, als je inderdaad soms de angst kan instrumentaliseren, zoals ik dan bij die voorstelling voelde: ik ben nu heel erg alert en zenuwachtig ja. en inderdaad een beetje bang, maar soms kan dat ook wel helpen, hè? Want als ik daar heel chill had gestaan, nee, dan, dan was ik de helft van mijn tekst vergeten. Dat is ook zo. Ja, ja. De dus... adrenaline en de angst helpt je ook om super scherp te zijn, maar het is natuurlijk, het is, het is als een soort monster, ja. want het laat zich helemaal niet temmen. Dus als nee. die er heel, als je hem heel erg toelaat, dan kan je, dan wil die niet zomaar weer je huis uitgaan. Nee, maar misschien dat bodygevoel wel een beetje dat je denkt, nou, oké, okay, hallo, hallo, daar ben ja. je dan angst, prima. Uh, Gaan zitten, wil guest, je wil drinken, maar ga nou niet hier mijn hele kerstdiner overnemen. Ja, want want de, de, de ja goed, de blije smurf mag er ook bij Precies. Hebben we hebben veel mooie analogieën. Mooi ja, oh. maar ik vind die smurfen, die smurfenvergelijking van jou, die het dat Stalin dat helpt mij communisme. heel erg. Ja. Ja, of die kabouters oh. van Snooetje. Is het is het tijd voor een ander mandje? Ja, ja. Een, een, een een commercieel mandje wat we op tafel moeten gooien. Naar nou, het commerciële mandje. Ik zet even die marktkraam open en ik roep Oeh, oeh, vijf appels, vijf appels halen, vier, vier betalen, mensen. Koop die appels. Pers ze uit en doe ze in een drinkfles. Reclame -land, reclame -land, reclame -land. Jongens, ook, ook als je een dagje ouder bent, dan is die Air Up-fles heerlijk. Want je moet juist blijven hydrateren. En als je als je ouder juist bent, geen suiker drinken. Ja. Je nieren, je lever, je milt, al oh. die organen van binnen. Daar moet dat water lekker doorheen blijven stromen, jongens. Ik heb vanmorgen bij het sporten alweer een litertje water op. Ik niet, want ik heb niet gesport. Okay, ik heb tellen. alleen maar drie koffie op. dus dat. Ik, ja, ik heb echt een dode het want ik kan beter drinken. nu uit mijn Air Up-fles gaan drinken, jongens. Want je drinkt, en dit Sweet. is heel gek, dit ja. is heel maf, maar je drinkt dus eigenlijk alleen maar water. It's amazing. Maar er zit een pod yeah. in, een pod. POD. En daardoor komt er een geur in je neus. Yeah. Je hersenen denken dan dat het smaak is. Yeah. Want 80% van wat je proeft komt door geur. Yeah. En dan kan je dus allerlei verschillende geuren erop klikken om je water smaak te geven. Het is gewoon hartstikke gezond. Beter dan 6 liter cola zero wegtikken. Want wie weet wat daarin zit. Je hebt geen idee, ja. mensen. Hier drink je in gewoon in up fles H2O. water met een geur. Je dat kan is lekker, hè? Wat, wat, wat mij nou heel lekker lijkt. Ja. Want ik eet dat de laatste tijd best wel veel. Maar dat kan ik dan beter in op mijn Air Up. Ik verzin even zelf een smaakje: hè? Ja. stroopwafel. Air Up met stroopwafelgeur. Mm, die geur alleen al. Gewoon even zo snuffelen aan die pot. Nou ja, ze hebben ongelooflijk veel smaken. Ik zie hier al uh, wat lichter ja. citroen, lavendel, uh, strawberry lemongrass. Dat lijkt me ook heel erg lekker. Kast is een periode. is ja. ben ik ook gek op. Ik heb er zin in, jongens. Ik ook. Nou, dus, het uh, drinken is gewoon een, een fantastische ervaring. Het is aan een upgrade uh, ja, onderworpen. Absoluut. Eigenlijk. Ga naar www.r-up.com. Dus r-up.com. Er zit een streepje tussen R en r up. Ik uh, wil uh, nu even wat aandacht vragen voor een uh, probleem van een uh, luisteraar. Ja, hartstikke. Wil jij het voorlezen? Zal ik het Komt voorlezen? Ik straks al met mijn goeroe, dus dan uh... ja, is goed. Als student ben ik nu in Scandinavië om te studeren voor een half jaar, waar ik het super naar mijn zin heb. Vaak vragen mensen hoe het gaat. Super lief natuurlijk. Maar ik heb helemaal geen zin om dat aan iedereen te appen. Slash vertellen, en vooral niet zo vaak opnieuw. Ook willen sommige mensen regelmatig bellen, waar ik ook niet altijd op zit te wachten. Want dit kan juist wat rust of spontane plannen met andere mensen dwarsbomen. Hoe kan ik hier nou goed mee omgaan? Door er nu zo weinig mogelijk aan te hoeven denken. En tegelijkertijd geen beschadigde relaties te hebben met de mensen als ik terugkom. Ja, vind ik een hele goede vraag. Ja. En ook lekker eerlijk. Ja, vind ik heel eerlijk. Ja, ik, ik, ik snap het wel. Ik snap het heel goed. Um, jij bent wel eens lange tijd Als student in het geweest. Ja. Heb jij dit probleem toen zelf gehad? Het grote voordeel was dat internet amper nog uitgevonden was. Dus er was helemaal niet veel contact mogelijk. Dat is een enorm verschil. Dat was eigenlijk heel fijn. Want ja. ik leefde echt gewoon even los van de mensen hier. Ja. Ik stuurde één keer per week een fax notenbenen naar huis. Mm -hmm. uh, toen ik er later weer zat was er, was er wel mail en zo. Maar nog geen FaceTime bijvoorbeeld. Mm -hmm. Bellen was heel duur. Dat ging ik ook niet doen. Veel mailen. Denk je dus dat dit probleem eigenlijk veel erger is geworden... Komt omdat deze je continu tijd. bereikbaar moet ja. zijn? En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt... ik ben nu gewoon in Scandinavië. Ik wil nu met Scandinaviërs hugen zijn. Mm -hmm. En gewoon even mijn leven hier leiden. Als je al je contacten in Nederland warm moet houden... dan ben je daar gewoon de helft van de tijd mee bezig. En dan voel je je ja. ook niet echt opgaan in Oslo, waar je ook zit. Ik denk dat deze persoon... Uh, een rijk sociaal leven heeft... Ja. en die contacten heus wel kan oppakken na een half jaar. Nou, ik denk eerlijk gezegd. Laat het gewoon een beetje versloffen. Ja, ik zou het ook laten versloffen. Uh, dat snappen mensen ook wel. Het is lief dat ze je aandacht geven van hoe gaat het gaat. En ik heb ook wel een tip. Mijn vrienden Chris en Paulien zitten nu in Sheffield. Uh, uh, Stuur eens naar een groep. Precies. En die, die, uh, Paulien maakt een super grappige nieuwsbrief. Volgens mij elke week. Ja. En dan zegt ze ook altijd bij... je hoeft het niet te lezen als je er geen zin in hebt. Het hoeft niet. Maar ik vind het heel leuk om het te lezen. Ik ben nu beter op de hoogte van ja. mijn leven dan toen we allemaal nog in Amsterdam bij elkaar in de hoek woonden. Ja. En, en dan, dan kan je even de hele groep bedienen, zeg ja. maar. Ja. Ik vind het woord nieuwsbrief ook een heel goed woord. Heel leuk. Omdat dat is namelijk ook echt. Dat is ook een. Dat is eerlijk. Ja. Snap je? Precies. Dus als ik een nieuwsbrief zou krijgen van uh, omdat Ruud bijvoorbeeld in uh, Tsjechië, Tsjechië aan het studeren is en ik zou de nieuwsbrief krijgen, dan zou ik dat leuk. Dan ja. zou ik dat leuker vinden dan een quasi uh, een quasi-persoonlijk bericht waar dan jouw eigen naam uh, even opnieuw in is ingevuld, ja. En wat precies. hij dan dat, aan dat iedereen zou sturen, helemaal niet nee. Ja. Nee, als Ruud dan gewoon een nieuwsbrief stuurt, ja. en zegt ik heb hier een blokkut gebouwd en met, met een je paar leuke en foto's en dit erbij van, van hun dit huid, zijn nieuws wat ja. Nou, men... nee, goed, ik heb met Pauline natuurlijk ook nog zelf wel contact, maar ik vind die nieuwsbrief hartstikke leuk. Ja, ik zou dus, ik, dat lijkt me heel goed als uh, ja. voor deze om, om, om deze persoon om een nieuwsbrief te maken. En ik wilde nog even zeggen, want ik heb ook veel ervaring met. Mensen heel lang niet zien, bijvoorbeeld mijn eigen zus, die woont in het buitenland, zie ik ook maar één keer per jaar of zo. Ja. En de mensen, uh, mijn vriendin Iliana, die in Londen woont, die ik bijna nooit zie. Maar de mensen met wie je een hele intense lange band hebt, die komen terug. En het is alsof je elkaar gisteren nog hebt gezien. Ja. Echt waar. Dat, gaat, dat, dat kan niet in één stuk gaan. Ja. Of zo, dat is echt zo. misschien is het ook wel een lekkere, een lekkere bezem door je sociale leven. Precies. Hè? Als je dan terugkomt dat dus je denkt, nou, die vallen even af. Maar ja, dus nou, ik kom zo snel. Ja, ik, 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 ik bel die en die gewoon even nog maar even een tijdje niet. Ja. Ik vind het wel lekker rustig even. En misschien, misschien vonden het diegene schoont het ook wel eens lekker op. Misschien vonden diegene het zonder jou ook best wel rustig. Ja. Het is, voor, het is voor die mensen ook prima hoor. Dat jij even een halfjaartje er niet bent. Dat is helemaal niet erg. Nee. Lekker laten. Ja. Prima. Ik hoop dus dat, dat je er wat aan hebt. Heel makkelijk opgelost. Opgelost. En uh, geniet ervan. Opgelost. Cool. Aaf, uh, <laughs> ik, 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 is het tijd om naar een naar bepaalde goed. rubriek te gaan? Zeker. Heerlijk. Ik ga even lekker ervoor zitten en ah, ontspannen. Doe jij lekker eventjes achteroverleunen. Ja. Ik heb voor jou, ik weet niet of je de kent, ik denk het eigenlijk niet. Sophie Fontanel. Ja. <laughs> Wat een goede naam is dat, hè? Is het een acrobate? Het klinkt een beetje als iemand die in een circus werkt. Het is een mode-influencer ah. op leeftijd. Journalist en schrijfster. Ze kan heel veel. Uh, ik ben haar gevolg op Instagram toen ik erover nadacht om mijn haar grijs te laten worden. Want zij is een gray hair influencer. Ja. Ze is uh, tien jaar ouder dan ik. Ja. En ik had op een gegeven moment bedacht, ik moet mensen als icoon gaan zien die tien jaar ouder zijn en niet die tien jaar jonger zijn. Ja. Want dat is gewoon veel realistischer. En dan kan je ook denken, dit ligt er voor me. Dit ga ik allemaal nog doen. En dit, ja. dan ga ik me ook zo aankleden. Ja. Uh, nou is dat niet helemaal mogelijk, want zij heeft ja, ik, ik kan veel kleding en het is allemaal van Acne Studios en Gucci. Dat is allemaal van hoge kwaliteit. Zeer hoge kwaliteit. Oh, wel ze ook wel eens een monoprietje pakt. Dat is een soort van de Hema van Parijs. Maar goed, ik heb natuurlijk veel verschillende petten van haar op van Sophie Fontanel. Um, en dat is dus dat ze mijn grijs haar icoon is. Zij draagt grijs haar als geen ander. Het ziet er altijd helemaal topje uit. Ja? Is het heel lang en golvend of is het... Nou, dat is het gekke. Het groeit en krimpt heel snel haar haar. Ik weet niet hoe ze dat doet, maar ik denk met een haarstukje af. Nou, maar goed, ik ben natuurlijk ik, daar door de wol door de door gepokt en gemazeld door de, de mediawereld, Ja, en ik weet omdat ik laatst weer achter iemand zat die van die stukken had. Ik weet heel goed hoe die stukken eruit zien. En dat is niet mooi. En zij heeft echt Ja, af. Ik ik ken ook stukken die heel mooi ja, zijn. Ja, dat is waar het kwam. Nou ja, hoe dan ook als ze stukjes heeft, doet ze het goed. Als ja, ze zeker. Stukjes, ze heeft dan weer een, een korte bob en dan heeft ze weer lang vloeiend haar. Nou ja, ze ja. ziet er altijd te gek uit. Ze, ze gebruikt helemaal niet veel make-up of zo. Dus ze is niet zo'n influencer. influencer Je ziet ook al de rimpels en uh, dat. Uh, dus grijs haar. Ik ze draagt eigenlijk zelden tot nooit, denk ik, een BH. Terwijl ze best wel grote bombonellas heeft. Maar, en ja. hangen die dan op de knieën? Of? Nou, ze hangen een eind. Maar ook dat oh, draagt dat ze met hele Echt waar? Ja. Maar, ja. Um, ze maakt uh, altijd selfies uh, van zichzelf. Ze, ze zegt er ook bij: Die selfies zijn niet van zo heel dichtbij, maar ze staat dan voor een spiegel in haar slaapkamer. Ja. En dan maakt ze in de spiegel een beetje boemerachtig een ja. selfie, dus van haar hele uh, lichaam. Zo van: jongens, dit is mijn look voor deze week. Voor Doe vandaag. er wat mee. Ja, eigenlijk mijn look voor dit uur, want ze is zich lekker vaak. Ja. Daar hou ik ook van. Um, en zij zegt ook: van, uh, heel eerlijk, ik, ik hou van die selfies, want daardoor ben ik mijn eigen uiterlijk heel erg gaan waarderen. Ik zag ineens hoe ik er van top tot teen uitzag. En wat mijn leuke, wat mijn leuke kleding is, ja. wat mijn goede wat mijn lichaamshouding is. Dus je ziet haar ook door de jaren heen, wordt ze steeds uh, uh, zelfverzekerder. Ze stond op een gegeven moment gewoon in haar badpak. Ja. ja. En dat vond ik dus heel erg leuk, want heel. ik haat selfie-cultuur. Maar in dit geval denk ik, ja, dit is eigenlijk wel heel goed. Ja. Waarom zou je het niet doen? Ja. Uh, dat dus, uh, ze gaat elk jaar met haar vriendinnen, want ze is al heel lang single. En haar vriendinnen ook allemaal gaan yeah. ze met z'n allen naar Grieks eiland. Ja. Yeah. En dan zwemmen ze van plek naar plek, want het is altijd heel heet. Dus ze hebben dan een soort tonnetje met spullen. En dan zwemmen ze van het hotel naar het strand. En dan zwemmen ze van het strand naar het café. En dan zwemmen ze. Oh, <laughs> ik wil heel leuk. graag daaraan meedoen. Ja. En... Ook... En dan toch op het laatst met een taxi naar huis, omdat je te dronken bent om terug te zwemmen. Ja, dat ja. lijkt me ook dat. wel een paar hele glimmers. Maar wat leuk? Ja, dat vind ik dus maar heel leuk. Ik, ik, ik voel toch een beetje een Brand Corstius naar boven komen. Nou, precies. En Want ze heeft ook. Ik heb gisteren een heel lang YouTube filmpje over haar huis ja. zitten bekijken. Ze heeft een heel klein huis, wel in Parijs, uitkijkend op de Tuileries. Ze heeft afgerachte meubels. En daar hou ik ook van. Nou, ze Dan heeft... moet je bij mij nog eens langskomen. komen. <laughs> Of bij mij. Heb je mijn bank wel eens gezien? Ze heeft gewoon letterlijk. Nou, dan wel een Louis Kensbankje, bankje. Maar dat is door de kat van haar buren. Die steeds bij haar binnenloopt, ja. Helemaal afgeracht. En dat vind ik voor een influencer. nou echt heel fijn. Ja. En ze heeft ook bijvoorbeeld een tuintafel. als eettafel. Dat is inderdaad. Very, very brandkorst is. En ja. Nou, ik weet niet. Ze, ze heeft gewoon een klein leuk huisje. Wat, ze, wat, ze, wat ze prima op maar orde. Maar waar heeft. leeft zij van? Wat doet zij dan? Nou, ze schrijft voor allerlei kranten over mode. Ze schrijft Aha. boeken. Ze ja. laat zich constant, denk ik, sponsoren door Gucci en aanverband. Want iedereen wil haar ook gewoon als boegbeeld hebben. Dat vind ik heel leuk. Iemand met een afgerachte bank dat Gucci dan denkt. Ja, dat is. Uh... Ja, dat, dat is dus dat is dus het soort influencer. Dat wat is een wat beetje dat Franse hebben. je ne sais quoi. Precies. Die Fransen die snappen dat dat je niet heel veel make-up op hoeft en niet een BH aan. Dat vind ik heel fijn. Bij de Franse artiesten zie je ook eigenlijk veel minder... dat vrouwen zichzelf helemaal laten verbouwen als ze oud worden. Ja, die hebben vaak gewoon rimpels. Een leuke tip in deze is de Franse serie Die gaat over een agency in Frankrijk met filmsterren. Oh, dat is zo mooi, ja. En dan zie je ook die hele... Nou ja, goed. Ze zijn ook continu woedend op elkaar en dan maken ze het ook weer goed. Ja, en ze lopen ook steeds heel snel over straat met een hele mooie tas. Heerlijke serie. Ja, ook qua gewoon de hele look and feel. Nou ja, zij past daar helemaal in. Ik zou echt... Ik zag een tijdje geleden dat ze in Brussel ging zeren. ben ik bijna helemaal naar Brussel gegaan. Want ik wilde haar zo graag ontmoeten. Maar ja, ze heeft honderden fans. En dat is allemaal heel triest. Maar ik zou haar toch wel een keer in het even willen zien. Ze spreekt geen Engels, dus dat... is ook lekker eigenwijs. gewoon geen Engels spreken. En ze heeft ook geen kindertjes. Nee. Nee, ze Lijkt heeft gewoon een, wel hele, weer eens lekker, een hele bos vrienden. <laughs> ja, en dit uh, zit allemaal hele knappe Parijse vrouwen die, uh, die dan met z'n allen door Griekenland zieken en roken. En uh... ja, ze paf ze helemaal suf. Ja. Ik denk, ja. zij ook wel stiekem, hoor. Maar goed, zoek er maar eens op. Sophie Fontanel. leuk. Ja, ik vind die achternaam natuurlijk ook fantastisch. Ja, top man. <laughs> dus, mocht oh. je nou niet genoeg van ons krijgen, hè? Ja. dan hebben we ook een extra podcast en die staat op. Ik heb nu bij de podcast awards geleerd hoe je dat moet zeggen. Podimo. Ja, is het dus Podimo? Podimo. Eigenlijk zou je dus met twee D's moeten schrijven in je hoofd. Podimo. Podimo. Dat okay. zei iemand van Podimo. Uh, Avenlies pakken door Precies. op Podimo. En daar kom je via de link go.podimo.com nl/slash ja, Je kan het ook een beetje googlen. Hè? Als je nou googelt Podimo Avenlies, kom je dan. Ja, dus van. elke twee weken op woensdag, dan pakken we door. En we behandelen jaar jaren 90. Uh, Jaren negentig fenomeen. Ja. Heb je een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram. Of mail ons naar hulpvanavondries at nl. Je kan ons <laughs> dus volgen ook op datzelfde Instagram. Ja. Op YouTube, TikTok, Podimo, 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 Podimo. En geef ons sterren via je favoriete podcast app. Zou dat, ook wel eens leuk zijn. Ja, potje aan doosie. Nee hoor, die zijn er allemaal. Nog meer sterren is altijd fijn. Want we houden van positieve kritiek. Zoals je misschien hebt gemerkt. En uh, tot volgende week. Doei.